Het rallyseizoen 2002 nadert zijn einde en de echte diehards maken zich op voor de rallies der rallies die iedereen in Nederland kent. Dakar 2003. Aan de start een nieuw Nederlands team, het A1 Offroad Team. Aan de start met een compleet nieuwe auto. Afgelopen week mochten wij hem voor de eerste maal zien. We hebben geprobeerd om onze 30 jaar autocrosservaring als team samen te vatten in een chassis welke geschikt is voor het rijden in ruig terrein. We hadden eigenlijk in eerste instantie in maart een idee. We hebben geprobeerd om dat idee gestalte te geven. We zijn uitgegaan van een van de betere motoren en dat is een Honda S2000 motor. De eerste fase is toen we het idee ontwikkeld hadden om samen met onze technische mensen een ontwerp te maken. Dat wil zeggen, de tekeningen, daar zijn we uiteindelijk mee begonnen. Daarna hebben we daar een mal voor gebouwd en is uiteindelijk het eerste framework ontstaan. En zoals u hier kunt zien, in dat framework ga je alle componenten inbouwen. Voordraagarmen, stuurhuis, schokdemperpunten, dashboard. Je gaat de positie bepalen van de chauffeur. Want uiteindelijk zitten die toch 10.000, 15.000 kilometer in die auto. Nou, een van de belangrijkste dingen, en dat hebben we natuurlijk als ervaring in de offroad hebben we dat geleerd, is dat als je door ruig terrein wilt rijden en je wilt snel rijden, moet je A, robuuste ophangingen hebben. Je moet lange veerwegen hebben. Je moet proberen dit concept zo simpel mogelijk te houden. Dat wil zeggen, als ze onderweg eens een keer een probleempje hebben, dat die auto binnen no time te repareren is. En dan kun je natuurlijk beginnen met van allerlei turbo's, intercoolers enzovoort. Wij hebben gekozen voor een van de meest betrouwbare motoren in de wereld, denken we. En dat is de Honda motor. Die als middenmotorconcept ingebouwd met een goede versnellingsbak die al deze krachten aan kan. De combinatie van weinig gewicht, tweewielaandrijving. Daar denken wij, zijn we van overtuigd dat dat de sleutel is tot het rijden in het terrein. De schokdempers bijvoorbeeld, de achterdraagarmen, welke onder elke auto normaal gesproken op de weg ook zitten. Daar is voor de meeste mensen te zien. Nou, wat voor formaten dat het nu gaat. Als je bekijkt, mijn lichaamslengte is niet zo heel erg groot. Maar deze schokdempers, die moeten deze auto over de duinen, over de rotspaden, door elk ruig terrein moeten ze heen loodsen. Die moeten hun werk doen. De achterdraagarmen, waar de wielen dus eigenlijk door aan de op en neer bewegen. Wat voor formaat dat heeft. Een uniek project, het A1 Offroad Team. Maar waarom aan zo'n rally beginnen met een totaal nieuwe auto? Nou, dat is eigenlijk de oorzaak ervan is, we hebben zelf allemaal, van het team noem ik dan even, die nu rijden. Ik zelf dan ook een aantal malen Dakar gereden. Je weet de voordelen van een 4WD, een traditionele 4WD. Maar reglementair ben je tegenwoordig enorm beperkt met minimum gewicht en met je veerweg. Als je een competitieve auto wilt rijden dan wordt het budget dermate hoog dat het gewoon voor de meeste mensen niet meer haalbaar is. En wij hebben gekozen voor het alternatief. We zeggen, we gaan een competitieve auto bouwen met het reglement in de hand. En dan kom je eigenlijk uit op een buggy. Dus dat betekent wel dat je helemaal vanaf nul af aan moet beginnen. Op 5 januari gaat Dakar 2003 van start vanuit Tunesië. Wordt gereden in Libië, Egypte en op 19 januari is de finish aan de Rode Zee. Die gaat rijden samen met Henk Helligers, Bob ten Harkel. Ik kan gewoon niet met de pen beschrijven, want wie had er verwacht dat er zo'n auto staat? Testen, rijden. Op slechte paden, overal doorheen waar we dat aan het trein daar tot onze beschikking hadden. En gewoon niks kapot gaan. Dat verwacht je niet. Want je verwacht gewoon als er een nieuwe auto staat dat er een keer wat kapot kan gaan. Nee, helemaal niks. Hoe snel de A1 is, ziet u over 2 weken in Rally Report.